Ik geloof gewoon dat er iets fundamenteel mis is met hoe wij nu onze economie hebben ingericht. Ik denk dat daardoor heel veel nieuw publiek ook naar het ballet toe komt. Het idee daarvan is dat ongeveer 80% van de meeste huishoudelijke en cosmetische producten water is. We vinden dat zonde, want dat betekent dus dat 4 van die 5 vrachtwagens die rijden eigenlijk gewoon vol zitten met water. Ja. Alles moet verpakt worden in plastics, ja. En dat vinden we niet meer van deze tijd. Ja. Ja. Dus met Twenty maken we een capsule die je thuis toevoegt aan een herbruikbare fles. Je dus je stopt de 80% water, stop je er gewoon als consument zelf weer in? Klopt, die stop je er thuis bij. Die doe je er thuis bij. We zijn nu allereerst bezig met het maken van een shampoo. Natuurlijk moet daarna snel een conditioner volgen. Tuurlijk. Maar dit concept is eigenlijk op bijna alle producten toepasbaar. Heb geduld. Ja. Ja, want dat hebben jullie niet? Ik denk dat dat, nou ik niet in ieder geval. Ik denk dat dat een van mijn grootste lessen is geweest. Want? Het ontwikkelen van zo'n soort product is gewoon, dat duurt gewoon heel lang. Daar heb je een hele lange adem voor nodig. Ik ben heel erg ongeduldig. En eigenlijk geloof ik ook dat je als start-up snel moet zijn. En ja. Sneller dus dan alle corporates die er ook zijn. Mm-hmm. Maar met het ontwikkelen van zo'n soort product kun je beter wat langer adem nemen en alles goed uitdenken. Niet te snel willen gaan, want als je te snel gaat, dan ga je zelf daar later. Er zitten zoveel haken en ogen. We zijn een product aan het ontwikkelen die nog niet bestaat. Die moet ontwikkeld worden in een lab. Je moet denken aan IP. Je moet denken aan van alles. En als het uit het lab komt, dan is er weer een volgende stap. Dus, en je werkt in een vrije, ouderwetse industrie. En die hebben we toch ook wel een beetje nodig om uiteindelijk het product te ontwikkelen. We zitten aangesloten bij een aantal netwerken, waaronder ook de Impact Hub. Dat is een plek waar duurzame ondernemers samenkomen. Ja. En daar zitten van allerlei grote partijen ook op aangesloten, grote advocatenkantoren. En die helpen ons. En zeker als je dus in zo'n grote industrie aan de slag gaat. Wij kunnen niet dat soort advocatenkantoren betalen. En deze partijen helpen ons. En, ja, maar dan doen ze dat uit omdat ze zo lief en aardig zijn? Ja, pro bono uren die ze inzetten bij sociale ondernemers. Tot slot, en misschien kan dat in ieder geval een positieve bijdrage leveren. Ja. Kan ik me zo voorstellen. Is je laatste les, doe het alleen als je idee dicht bij je hart ligt. Ja, dat is voor mij echt het allerbelangrijkste. Hmm. Dat slaat ook weer een beetje terug op wat van jouw wilskracht. Gaat het ervoor zorgen dat jij degene bent die dit product enorm gaat maken. Ja. Als het niet dicht bij je hart ligt, dan krijg je wellicht op een gegeven moment die burn-out. Mm. Voor mij voelt het op de markt zetten van dit product zo natuurlijk. En ik voel me zo ik ben zo gedreven om dit groot te maken. En ik vind het zo belangrijk. Ik geloof gewoon dat er iets fundamenteel mis is met hoe wij nu onze economie hebben ingericht. En ik wil daar alles aan doen om daar verandering in te brengen. En ik geloof dat Twenty zo overduidelijk is. Het product spreekt gewoon. Ja, het is voor iedereen te begrijpen. Hm. Dus en daardoor denk ik dat je met dit product niet alleen een heel groot deel van die shampoo-markt op zijn kop gaat zetten, maar ook mensen op een andere manier laat denken. Want er zit zoveel inefficiëntie in de huidige economie. Ik voel me gewoon zo gemotiveerd om dit product gewoon enorm te gaan maken en daarmee dat verhaal te vertellen. En daarmee misschien ook wel een podium te krijgen om nog meer van dit soort projecten te mogen doen. Bij het Nationaal Ballet zijn ze heel erg bezig natuurlijk met de kaartverkoop, met mooie producties leveren, met van alles en nog wat. Maar er is eigenlijk geen tijd om al die getalenteerde dansers ook in andere kleine werkjes, projecten uit te zetten. Dat is niet hun prioriteit, wat natuurlijk logisch is. Ja. Maar wij vonden het zonde dat er niemand was die deze dansers representeert in de hele wereld eigenlijk niet. Hm. De agency is niet alleen op mode gericht. Natuurlijk wel misschien het hoofdidee, maar we hebben dat bewust gedaan omdat we graag de dansers in iets meer commerciële werk willen neerzetten. Mm-hmm. En we ook vinden dat dat hoog nodig is, dat eigenlijk de dansers van het allerhoogste niveau, die ook een mooie kop hebben, die ook een unieke uitstraling hebben en dan nog zo getalenteerd zijn en zoveel kunnen, dat die juist in de reclames met dansvideo's of editorials waar ze bewegingen in gebruiken, dat we deze dansers kunnen neerzetten. Ja. Ik denk dat het ballet heel goed weet dat het ballet ietsje commerciëler maken heel goed kan werken toch voor de ticketverkoop. Ik denk dat het heel belangrijk is voor een breder publiek, voor een jonger publiek. En ik denk dat het Nationaal Ballet zelf daar ook wel mee bezig is. Maar
dat vinden wij en ik denk ook het Nationaal Ballet vinden het gewoon heel belangrijk dat het niveau hoog blijft. Wat we dan ook doen. Ja. Dus ja, bijvoorbeeld bekende mensen zoals Igoné de Jong of Michaela de Prins. Dat zijn bekende ballerina's nu bij ons. Die zijn door een manager erbuiten ietsje meer ingezet als... Nu als BN'ers zijn ze eigenlijk geworden. En ik denk dat daardoor heel veel nieuw publiek ook naar het ballet toe komt. Dus ik denk dat het heel goed, heel handig juist kan zijn. En daarom, ze begrepen ook heel goed, de directeur, artistiek directeur, begreep ook heel goed dat het heel leuk is om deze mensen in ander soort werk neer te zetten als ze dat graag willen. Ja. Want wat vaak ook gebeurt, en dat is wat wij zo zonde vonden, is dat dansers nu al helemaal in de wereld van social media, iedereen wil zichzelf zoveel mogelijk promoten. Ja. Maar vaak omdat dat niet voor ze geregeld wordt... gaat dat dan met de verkeerde fotograaf in een weiland ergens... met een beetje amateurfoto's. Mm. En dan heb je de beste dansers die dus foto's van zichzelf willen... en dan is er niemand die dat begeleidt. Ja, en dat schaadt eigenlijk het image van het Nationaal Ballet veel meer... dan als wij als agency verstand ervan hebben... en zorgen dat er goede fotografen en goede videomakers met de dansers werken.